Bedankt lieve werknemers voor het doorgaan met de corona. Wij zijn jullie voor eeuwig dankbaar. Dag Ruud. Dag. Dag Bibi. Ga je dansen? Oh, kijk, even fysiek boven. Hé? Rijke weg daar. Rijka. Rijka. Ja. Ja. Dat was allemaal vlak. En daar lagen een paar stenen. Ja, lieve vrienden. Ik ben gisteren niet weer retour geweest dat Karen en Roderick hier waren. Maar we hebben het zo druk gehad en over van alles en nog wat gehad. Dat ook zij hebben niet gevlogd, ik heb dus niet gevlogd. Dus het spijt me, na die tijd heb ik er ook niet meer aan gedacht. En ze waren pas ook gisteravond hier en niet overdag. En ja, dan gaat er gistermiddag ook nog even visite. Dan gaat het maar langs je heen, weet je. Maar Karen die heeft wel wat moois gemaakt voor mij. Het hangt hier aan het raam. En er hangt een t-shirt. Er staat een hart op en er staat een tekst op. De tekst die ga ik jullie voorlezen op een andere manier, want anders moet ik weer opstaan, die t-shirt daar weer weghalen. Om het jullie te laten zien. Dat laat ik van de week wel nog even zien, maar die tekst staat ook even in wat is app. Daar naartoe, even naar Karen toe. Bedankt lieve werknemers voor het doorgaan met de corona. Bedoelen we dus tijdens de corona toch blijven werken. En het is niet alleen de zorg die doorgaat, waar we het altijd maar over hebben. Maar wat dachten jullie van de winkeliers? Niet alleen op de supermarkten. Maar er zijn ook andere winkels zoals hier. Is er een winkel in een andere wijk open die heet Zeeman. En zo zijn er door Den Helder hier en daar een winkel die dan toch wel open blijft. Hier in de stad was die weer dicht, maar in een andere wijk was die open. Maar we zijn er niet. Ik ga even overnieuw. Bedankt lieve werknemers voor het doorgaan met de corona. Wij zijn jullie voor eeuwig dankbaar. Ook, dan heb je iedereen in dat pakketje, de werknemers. Dat is dan ook de zorg, maar ook van de supermarkt en van die winkel en van die winkel. En van de markt. Noem maar op. Dat is allemaal in één keer. Goed toch? Ja. Ik heb het zelf verzonnen en ik ben er blij mee. Ja. Dus het komt allemaal goed. Vanmiddag komt Ruud. En die gaat mijn tuin doen. Dus ook weer een flinke afstand. Ik zal proberen even te helpen. Want ik wil even de vlinderstruik gesnoeid hebben. Want dat ding dat... Had ik al veel eerder willen hebben, maar mijn broertje die zei van ja, dat doe ik wel, dat moet in april. Nou, het is nu april, al is het nog maar begin april, maar ik wil hem gekort niet hebben weg. Ja, want die heeft ook verstand van groene vingers, omdat hij in de groenvoorziening werkt. Maar Ruud, die heeft het vroeger ook gedaan, dus ja, ik ga hem dan gewoon knippen, ja. Maar oké, ik zal er in eerste instantie met Rijka uit. Ja, want voordat Ruud komt, wil ik dat gedaan hebben. En ik zeg dan, tot straks, doei! Ja, lieve vrienden, mijn bril is donker van kleur, omdat ik net binnenkom. Want Ruud die is druk bezig in de tuin en ik was ook even bezig de poepjes van Rijka hier en daar te zoeken en op te ruimen en weg te doen. Ja, dat moet toch ook, hè? Ik ga met jullie ook even naar buiten. Dan kan jullie mee genieten, ja.
Hij maakt er momenteel, hij is de struik aan het snoeien. Ja, en daar hebben we Bibi. Is ook kort genoeg? Ja, zo is het goed. Nog korter. Laat die dode punten eruit. Er hangt hier en daar wat, zie ik. Hier al. Hup. Dag Ruud. Dag. Dag Bibi. Ga je dansen? Rijka, weg daar! Rijka! Ja, ik zou het gewoon dicht maken. Ja. Ja. Dat was allemaal vlak. En daar lagen een paar stenen. Die waren uit de grond gekomen. Die had Jack daar opgestapeld, mijn mannetje. Ja. En die gebruikte die wel eens als hij als te lui was om een hamer te pakken om iets weg te slaan of wat dan ook. Zo, of middag. Nou, wat denk je zelf als het jouw struik was? Zo. Je hebt tijd als je luis. Ja, daarom. Ja, dus. En daar zit Ja, het ziet er gewoon niet uit. Hier dat hoekje. Jack die maakte altijd, dat was een buitenmens, het was zijn ding om dus alles schoon te maken. Ja, hij was iedere dag was hij bezig in de tuin. Ja. En omdat hij ook vanwege de spierziekte haast niet bukken kon, nee, pakte hij met een grijpertje altijd troep van de grond af. Ja. Zoals blaadjes die de tuin in waaiden of papiertjes, weet je. Ja. En dat gooide hij gelijk weg. Ja. Hij had een hekel aan puinhoop. Ik ook hoor. Ja, ik kan er ook niet tegen, maar ik kan het niet doen. Ja, ik heb vorig jaar dan wel het onkruid steeds weg weten te halen met een brander. Ja. Ja, daar stonden rode besjes in, maar ja, die zijn ook kapot. Die niet? Ja, die niet. Die, dat hebben we van Corrie gekregen, dat vrouwtje uit Lissen. Ja. Ja, dat weten jullie wel, Corrie. Ja, nou, daar hebben we dat ooit van gehad. Die rode beestjes, dat stond ook in die bak. Daar is die stuk gegaan en daar niet. Rara, hoe kan dat? De liefde. Hè? De liefde. De liefde? Ja. Wat bedoel je? Ja, als je krijgt iemand, het doet zelf uit. Nou, die andere dus niet. Nee, die heeft het toch uit van Corrie? Ja, maar die en die, dat waren twee dezelfde. Kregen ze allebei van Corrie. Ja, maar... De zon staat wel op de zon. Ja, nou, die staat ook in de zon. Ja. Ook. Wat legt die dame dat toch heerlijk, hè? Ze legt dat zo lekker. Die andere halen is niet meisje. Die andere zijn vaste planten, die komen elk jaar terug. Ja, dat zijn ook vaste planten, want dit zit er al jaren erin. Nee, die... En daarom had ik ook vasten in en daarom had ik aardbeien in. Nou, dat wil niet in een bakkie, zo op deze manier, met die zon erop. Want ik vergeet ze ook water te geven, hè? Dat is het probleem. Ja, en omdat de slang het vorig jaar niet meteen, liep ik met gieters te harnissen. Ja, want ja, ik heb in de wc een naansluiting ervoor. Ik krijg altijd weer die plant in de hoek, altijd krijg de plant mee gehaald. Ja. Kijk. Zo. Moet eruit zand of weer zand in de wassen? Hè? Die zand. Ja, er moet nieuw in. Hart, hart. Ja, uiteraard. Maar ja, mijn koffie stond dus koud te worden, dus ik ga lekker een nieuw bakje maken. Ja. Lekker, hè? Wil jij nog thee? Beetje fris. Beetje fris. Nou, je bent er buiten. Ja. Hier is het ook fris. Dus we gaan. Kijk, weer gaaf. Ja, ik heb het net gedaan. Nee, slecht. Ja. Ja, maar dan wil ik vergooien. Maar dat doet ieder hond, hè? Ze zoeken koelte, weet je dat niet? Ze niet. Ze zitten nog in de zomermijn tuin. Oh. In een mandje. Jo, nou, ik heb hem tot nu toe allemaal nog honden gehad. En vroeger thuis ook. Ja. Hadden we ook honden. En die maakten dan kuilen onder struiken. Ja, ja. Mijn ouders die hadden Beertje. Zo heette dat beestje. Was ook een zwart-wit hondje. Ja,
En die onder, wij hadden dan in de tuin een lage struik. En die ging dat hondje eronder leggen, Beertje. Ja. En daar maakte die een kuil en dan ging die in die kuil leggen, lekker in de koelte. Dus, maar ja, ik ga naar binnen. Maar je hebt koud? Nee, ik wil koffie. Met gebak? Heb ik niet. Nee, ik heb geen gebak. Jeetje, Mina, echt, ik heb pijn in mijn rug. Jullie willen het niet weten. Potverdikkie, hè? Nou, mijn bril nog donkerder, hè? Ja. Oh ja, meisje. Oh ja. Is het zo? Oh. Echt waar? Nou dan. Oh ja, meisje. En ik heb een aantal app-berichtjes binnengekregen, dus die moet ik ook even nakijken. Dus ja, dat gaan we dan eventjes doen, hè. En een bakje koffie en mijn vest even los. Zo. Oh, ik had daar nog wat in, dat hoort in de schuur. Ik had even die poepjes opgeruimd. Nou, daar heb je plastic zakjes voor nodig. Ik heb mijn handen gewassen en dan ga ik een bakje koffie maken. Dat heb ik wel weer verdiend. Dus ja, lieve vriend, ik zou zeggen tot straks maar weer. Doei! Ja, lieve vrienden, daar ben ik weer. En onze Rudy zit hier aan de tafel natuurlijk. En die is moe, zegt hij. Dus, en mijn telefoon die gaat heen en weer met zijn app. Maar de tuin die is tot zover klaar. Ja, tot zover hoor. Er moet nog veel meer gedaan worden. Maar in ieder geval, het is tot zover weer keurig. Netje, oeh, de wind. Woei, waai, woei, waai. Nou. Alles keurig weer omgedaan. Hij heeft hier de aardbeien ingedaan. Aardbeitjes, aardbeetjes. En die moet beter dicht. Zo. En die moet ook even aangesloerd worden. Deze. Zo. Zo. Nou, dan is dat ook weer klaar. Nou ja, de rest dat komt wel. Ga jij weer naar binnen, dame? Kom. Rijka, potverdikje. Kom. Ga je mee? Of blijf je buiten? Ga je lekker in het zonnetje genieten? Wat ruik je allemaal? Hé, wat ruik je allemaal? Hé, wat ruik je dan allemaal? Hé? Ga je niet mee? Blijf je in het zonnetje? Nou, mag wel hoor. Ga maar lekker liggen. Tegen de balkaan. Hé? Ze wilt genieten van het zonnetje. Oh, dat is waar. Mijn meisje. Oh, mijn meisje. Dikke meer. Ze geniet van het zonnetje. Kijk eens. Nou. Ze geniet al in het zonnetje. En jij geniet bij baasje. Geniet jij bij baasje? Jij? Je trilt helemaal. Ja, het is goed. Geweldig. Ja. Een meisje hoor. Leuk. Dus ja, dan ben ik gewoon blij, omdat het tenminste tot zover weer netjes is. En nou ja, met die brander, hij had nou met een mesje zoiets, weet ik van waar mee gedaan, dat onkruid tussen de tegels weg. Maar ik heb daar een brander voor, dat vind ik veel malen makkelijker. Hoef je A, niet voorover te staan, dus bespaart je rug. Ten tweede, dat ding is niet zwaar, dus echt tillen hoef je niet. Dus ja, komt allemaal goed, lieve vrienden. Ik ben er helemaal weer blij en gelukkig mee. En morgen hebben we geloof ik regen. Ja. Wordt er gezegd, eerst geloven dan zien, zeg ik dan maar weer. Ja. En ja, en ik heb trouwens leuke dingen gehad. Ook dat nog, van Rut. Ja. Die bloemen daar. Daar. Dat moet tulpen wezen, want het is zij door. Ja. Kaboutertje is naar beneden gezakt. Die lucht geen appel. Die lucht geen appel. En ik heb een leuke beer gehad, maar die zit daar achter het raam. Die laat ik morgen wel zien, want ik heb nou pijn in mijn rug. Ik
Komt morgen wel. Ja, dan haal ik hem daar wel even weg, want die zit daar voor het raam. Voor de kindertjes, kindertjes, ja, die zien dat niet. Ik ga hier een plekje, denk ik, zien te versieren op een of andere manier. Ik weet nog niet hoe en wat. Desnoods dan bind ik hem weer vast aan die andere beer. Ze moeten nou voor het raam. Ja, beren voor het raam. Voor die kinderen, dat ze die berentocht kunnen doen. Ja. Leuk, ja. Dus ja, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet ze. En tot later. Doei, doei.